mensen, welkom terug bij een gloednieuwe video van RickTube. En ja, ik ben even een tijdje weg geweest. Het was een beetje druk in mijn hoofd. Ik moest het allemaal verwerken. Het is allemaal heel moeilijk tijdens deze tijden. Maar vandaag een gloednieuwe video voor jullie. Zoals jullie op het scherm waarschijnlijk zien, Fortnite. Ja jongens, in het hele verleden hebben jullie waarschijnlijk wel een Fortnite video van mij gezien. En laten we eerlijk over zijn, ik was waarschijnlijk de slechtste persoon in Fortnite. Maar ik heb wat gespeeld met vrienden en ik heb zelf wat gespeeld. En geloof me jongens, ik kan in een solo potje kan ik een Victory Royale halen. Ben ik alleen de domme doos geweest die dat niet heeft gefilmd. Ik heb toevallig wel alleen gefilmd van duo's en squads. Maar voor de zekerheid jongens, ik kan jullie wel laten zien dat ik heb gewonnen in solo's. Dus dan moesten we hier naartoe en dan proberen. Nou, ik heb 4 keer gewonnen dus. Ik ben 10 keer in de 55 keer in de top 10 en 119 in de 25. Ik heb 659 kills en 405 potjes gespeeld. Dus zoals je kan zien is dat wel redelijk goed, vind ik. Maar oké. Ik ga jullie laten zien wat ik nu allemaal heb. Want ik heb een nieuw account sinds chapter 2. En ik zal je zo vertellen waarom mijn oude account dus weg is. Het is niet echt weg, maar ik kan er gewoon niet mee inloggen op de PlayStation. Tijdens de filmpjes die ik heb, zal ik dat uitleggen. Maar nu ga ik laten zien wat ik allemaal heb. Deze heb ik toevallig vandaag gekocht. Dus dit zijn van de laatste 2 seizoenen trouwens. Misschien ook voor chapter 2, maar ik denk niet. Ik denk niet. Maar in ieder geval heb ik de Deadpool skin. Je kan hem trouwens ook helemaal aanpassen zoals je wilt. Maar ik vind dat grijs wel cool. Ik heb deze, dat is de T-100 skin van chapter 2 seizoen 1. Maar voor de duidelijkheid laten we het even makkelijk maken en zeggen seizoen 11. Want anders moet ik iedere keer die zin vol uitspreken. Dit is mijn Maya skin. Dat is de Maya skin. De Maya skin. Van dit seizoen. En dit is Midas. Hij is bijna helemaal goud. Ik ben er echt bijna. Dit was de secret skin van seizoen 11. En dit was ook een coole skin. Deze kan je ook helemaal aanpassen. Dit is Peely. Oh, deze kan ook goud. Sorry hoor. En ik heb ook Brutus. Ik heb deze. En deze was een gratis skin. Draag ik eigenlijk bijna nooit. Ik heb Meowskulls. Dit was mijn allereerste skin op dit account. En hiermee had ik dus ook Battle Pass gekocht. Ik heb ook deze. En Tina. En Slurpee. Ik vind het alleen wel jammer dat ik deze mis. Die is ook wel heel cool. Ik heb deze skin. Daarmee had ik deze Battle Pass gekocht van dit seizoen. Deze is ook van vorig seizoen. Deze ook. En deze ook. Deze had ik ook gekocht. En daarmee had ik deze skin gekocht. Dit is ook een gratis skin, by the way. Deze heb ik ook gekocht. Deze vond ik... Ja, het is niet echt mijn favoriet, maar hij is wel leuk. Dit, jongens... Ik heb hier letterlijk bijna de nacht wakker van gelegen. Want deze wou ik vroeger zo graag. Maar ik heb hem toen niet gekocht. Toen was hij laatst weer in de winkel. En toen had ik hem gewoon niet gekocht. Toen was ik in de avond rond 1 uur. Dacht ik van, ja laat maar. Ik koop hem wel. Dus toen heb ik mijn oude telefoon gepakt. En toen heb ik hem gewoon gekocht. En ook gelijk Battle Pass van dit seizoen. Deze heb ik ook gekocht. Dat was tijdens kerst natuurlijk. En deze heb ik vandaag gekocht. En deze vond ik best wel cool. Alle backpacks. Dat is niet zo heel bijzonder. Pickaxen. Dit is nu mijn favoriet. Omdat die ketting heel leuk meebeweegt. Ik weet niet wat het is. Maar dat triggert mij. Het zijn alle back... hoe noem je die dingen? Hefting tools. Dit zijn alle gliders die ik heb momenteel. Deze is echt sick. Alleen ik vind hem niet mooi passen bij mijn poppetje. Dit zijn alle dansjes. Het zijn er echt veel. Echt heel veel. Om langs te gaan. Het wordt deze video echt urenlang. Dit zijn al mijn wraps. En dit zijn al mijn favoriete wraps. Deze heb ik gekocht in de winkel.
Ja, en dat was het wel een beetje, de bijzondere dingen. Dit is ook mijn favoriete Dutch. Deze heb ik ook gekocht. Alleen past die niet echt bij mijn skin. Die paste meer bij die ene... Die Crystal, hoe heet ze zo? Ja, bij Crystal. Deze heb ik bij deze Crystal gekocht natuurlijk. Maar voor als jullie afvragen waar ik nu op speel. Het is mijn eigen PlayStation. Ja, ik heb een eigen PlayStation gekocht. Maar laten we stoppen met deze gameplay. Ja, het is niet echt een gameplay. Maar ja, oké. Zoals jullie nu waarschijnlijk op het beeld zien. Zien jullie wat ik al heb gespeeld en hoe goed ik ben. Als eerste natuurlijk gewoon een potje waarin ik heb gewonnen. Maar laten we zeggen van... laten we beginnen bij het begin. Ik had een oud account. Daar had ik op mijn laptop mee gespeeld. Ja, dat heb ik toen ook op YouTube gezet. Zo, ik kom echt makkelijk uit mijn woorden vandaag. Maar ja, ik had dat account. En toen kochten mijn ouders hier... kochten een PlayStation. En ik had zo geen geduld. Ik wilde op die PlayStation natuurlijk Fortnite spelen met de controller. Want ik ben niet zo'n persoon met lange vingers die op het toetsenbord echt geweldig kan spelen. Ik vind de controller daarom ook veel fijner. Het is wat compacter en je hoeft niet helemaal zo iedere keer. En dat vind ik gewoon wat fijner. Dus ja, dus ik wilde heel graag op die PlayStation spelen. Alleen je hebt een PlayStation ID nodig om Fortnite te kunnen spelen. En dat wachtwoord van mijn PlayStation, die was ik vergeten. En dat wist ik niet, maar mijn stiefvader wel. En ja, die was aan het werk, dus ik had geen geduld. Dus ik logde maar gewoon in op mijn stiefvaders account. En de volgende dag wilde ik inloggen op mijn eigen account, want dat toen wel gelukt was. We hadden de oude PlayStation 3 weer opgestart en gekeken. Dus ik wilde inloggen en in één keer blijkt het dus dat als je een... Epic account koppelt met de PlayStation, dat die voor eeuwig gekoppeld is. Dus ik kan nooit meer op een andere PlayStation op een andere PlayStation account, laten we het zo zeggen, op mijn oude account. Ik had seizoen 7 Battle Pass erop, de Marshmallow skin. Dat vind ik allemaal wel heel zonde. Dat vind, ja, altijd. Dus toen had ik een ander account gemaakt en dat is dit account dat ik nu heb. En ja, dat oude account ben ik dus kwijt. Ik kan er wel mee spelen op de computer. Destijds Battle Pass. Ik weet niet waarom ik zo dom was. Maar toen speelde ik tijdelijk op mijn zuster computer. En toen had ik Battle Pass gekocht. En dat vind ik echt super, super dom. Want ik had gewoon een nieuw account moeten maken. En op dat account Battle Pass moeten kopen. Ik weet niet wat er in mijn hoofd omging. Maar ja, het was gewoon heel dom. En ja, zo ben ik dus mijn oude account kwijtgeraakt. Ik heb hem aan een vriend, haar zus gegeven. Die speelt nu op dat account. Die heeft een Xbox en daar speelt zij op. Want op Xbox kan het nog wel, als het goed is. Of op een computer. Ik kan nog steeds wel zelf bij dat account, dat ook. Maar ja, ik vind het op de PlayStation veel fijner spelen dan op de computer. Dus het is ook wat mooier dan op de computer. Want dan hoef ik ook niet zo'n dure computer te kopen. Want ik wil liever een PlayStation dan mijn PC. Dus ja, ik ben dus mijn oude account kwijt en nou heb ik dit account. Het is allemaal prima nu. Ja, wat heb ik nog meer te vertellen? Ik wil eigenlijk gewoon alleen maar vertellen over de gameplay. Alleen, ik ben dit los aan het opnemen en de gameplay laat ik lopen straks tijdens de edit. Dus ik weet niet welke gameplay ik dadelijk onder dit tijdstip heb staan. Dus daar kan ik er ook niet echt over praten. Maar jongens, de volgende Fortnite video... Er komt een hele grote helikopter over ons huis langs. Het is echt... Oh, wat erg. Dus ja, de volgende Fortnite video wordt wel echt een live gameplay. Dan film ik en dan speel ik tegelijkertijd. En dan kan ik met jullie praten. Misschien komt er ook een vriend bij. Deze gameplay die ik trouwens nu laat zien... Het is heel irritant met PlayStation. Ik weet niet of je dat in de instelling kan veranderen. Maar je kan alleen de persoon horen en mij niet. Je kan dus zeg maar alleen horen wat er op het beeldscherm gebeurt. Maar alles wat ik zelf inspreek, dat doet hij niet, zeg maar. Dus dat is wel irritant. Dus daarom doe ik het nu ook zo. Want dan kun je het wel horen, kun je het video horen. Dus ja, de volgende game video wordt van Fortnite. En dat wordt waarschijnlijk ook de volgende video, want... Ja, ik kan niet echt naar buiten leuke locaties opzoeken om te filmen. En mijn inspiratie is ook niet echt leuk vandaag. Ik moet ook veel werken voor de winkel natuurlijk.
Dus ja, volgende video wordt Fortnite, maar dan echt gameplay. En ik hoop dat jullie van deze beelden genieten. Ik laat nog even gewoon wat filmpjes doorlopen tot het echt wel een redelijke tijd is. Dus ja, ik hoop dat ik jullie zie. En tot de volgende keer.